Vlees- en vliegcampagnes gaan verdwijnen in onder andere de Nijmeegse bushokjes. Wie nu op de bus staat te wachten, kan nog een lekkere trek krijgen door een afbeelding van een smakelijke Big Mac. Of ineens zin krijgen in een luxe cruise of exotische vliegvakantie. Gemeenteraadspartijen in Nijmegen als GroenLinks en Partij van de Dieren strijden al langer voor een einde aan reclames in bushokjes die motiveren om een slechte impact op het klimaat te hebben. Vanaf 1 januari 2025 zal het verbod op reclames met een slechte klimaatimpact bij bushokjes ingaan. In de toekomst zullen deze reclames in de gemeente Nijmegen nog verder verdwijnen. Vanwege contracten is het nog niet mogelijk om op andere locaties zoals billboards en zendmasten de reclames te verbieden. GroenLinks Nijmegen is voor en vindt dat het goed bij de stad past. Nijmegen heeft hele mooie en ambitieuze klimaatdoelen. En het is eigenlijk heel cru dat we dan in onze openbare ruimte wel nog reclames laten zien van al die vervuilende industrie. Door dat weg te halen, laten we ook zien dat we staan voor onze doelen. En dat in Nijmegen, dat we ons hard maken om die doelen ook te behalen. Volgens GroenLinks Nijmegen moet het vooral niet meer normaal zijn. Je hebt altijd mensen die daar misschien niet meer voor te porren zijn, maar het is niet dat we dingen gaan verbieden. Hè? Het is dat we het niet meer laten zien in onze openbare ruimte. Dat dit soort kiloknallers of vervuilende activiteiten niet meer zo... dan worden ze niet meer de norm, niet meer het normaal. Dus het is niet dat we zeggen, je mag niet meer met de auto rijden, je mag geen benzine meer gebruiken. Maar laten we niet meer het normaal maken dat daar maar advertenties voor worden gemaakt. Mensen voelen zichzelf helemaal niet beïnvloed door de reclames. Totaal niet eigenlijk. Wat dat betreft doe ik gewoon mijn eigen ding. Ik kijk er gewoon eigenlijk niet naar. Kijk er niet naar. Ik ben niet beïnvloedbaar. Helemaal niet. En waarom? En ik zie het wel vaak genoeg, maar ik word er helemaal niet koud of warm van. Niet, denk ik. Ik ga sowieso vrij weinig met de bus. Ja, soms wel als je voorbij fietst als iets opvalt, maar voor de rest niet zoveel. Dan denk ik, dan wordt wel eens tijd om, maar dan loop ik niet hard naar de winkel. Nee, dus ik word niet zo sterk beïnvloed. Ik trek mijn eigen plan en wil ik vliegen, dan vlieg ik. Maar het is nou niet omdat ik dat als je staat van, dat moet dus nodig, hè? Of naar McDonald's of iets boeken. Nee, helemaal niet.